Om 4:00 's morgens waren we al onderweg. En deze keer echt geen probleem om wakker te worden. Want het is een speciale dag. Vandaag gaan we de allereerste keer de brouwzaal in het echt zien. Waar we maanden aan hebben zitten plannen, zitten uittekenen en vooral hebben van zitten dromen, is ondertussen in de ateliers van Brouwcon omgezet tot een echte brouwzaal. En voordat die helemaal naar Antwerpen komt, op 9 speciale transporten, is het belangrijk dat we ter plaatse even gaan kijken om zeker te zijn dat alles is zoals we het hebben gehoopt. Na 8:00 rijden waren we in de buurt. We konden niet wachten. Uw bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Brouwcon logo. Ze verwachten ons, hè? Zeg, oh, bezoek aan België, kom vandaag met de camionet. Een speciale Mercedes-plek vrijgehouden. Hiernaast hier een andere camionet hier? Ja. Denk, die dingen zijn er. De loodgieters zijn er. Ja. Ah, voilà, ze. Nadat de mensen bij Brouwcon door hadden dat die club die zo net was binnengewaaid met een camionetje uit Antwerpen wel degelijk de mensen waren die de brouwzaal hadden besteld, werden we binnengelaten. Een heel speciaal moment. Een beetje het gevoel dat een kind heeft als het de trap afloopt en weet dat er achter de deur mooie cadeaus van Sinterklaas op hem wachten. Ja, voilà. We zijn toegekomen in Zuid-Duitsland, voorbij München, tussen München en Salzburg. We zijn hier nu bij Brouwcon, in uw werkplaats, waar momenteel de laatste hand wordt gericht aan de brouwinstallatie die naar Antwerpen komt. Dus hier achter mij kunt u zelfs zien staan. De ketels en alles zijn nog ingepakt. En alles is klaar om te vertrekken naar Antwerpen. We gaan even boven kijken misschien. Deze ketel gaan we nog dikwijls open doen in Antwerpen. Dat is nu nog een stukje Duitsland, maar binnenkort is het een stukje Antwerps vast erfgoed. Voilà. Dat safe manneke is al van Antwerpen naar Duitsland verhuisd en binnenkort komen we terug naar ons toe. De brouwzaal was perfect. Niet alleen ziet ze er prachtig uit, maar ook technisch werd elk detail van het kleinste pompje, elke sensor, elke buis gedurende 2 dagen overlopen en besproken. En terwijl de mensen in het atelier de laatste dingen in orde brachten, worden ook de transporten geregeld. Want nu, maandag 8 mei, vertrekt heel de brouwinstallatie, inclusief een 10-tal grote gistings- en lageringtanks en alle randapparatuur, op 9 grote vrachtwagens op speciaal transport richting Antwerpen. Hoe deze megatrucks woensdag gaan toekomen op de ring van Antwerpen en hoe dat die tot op het eilandje gaan geraken, dat wordt nog spannend. Maar dat zien we volgende week.